De Limburgse Land- en Tuinbouwbond ziet staatssecretaris Sharon Dijksma niet graag vertrekken. Hoewel haar aanvankelijk sceptisch gekeken werd naar de PvdA-bewindsvrouw, bleek ze haar dossiers meer dan goed te kennen. En ze heeft letterlijk een frisse wind doen waaien in de land- en tuinbouw. LLDB-voorzitter Leon Vaassen is dan ook vol lof over de vertrekkende Dijksma. Nou, op de eerste plaats is het een PvdA-minister. En daar hadden we natuurlijk toch, zeg ik maar voorzichtig zeggen, onze bedenkingen bij. En wat ze gewoon betekent heeft, is eigenlijk het feit dat ze haar dossiers heel goed kende. Ze wist waar het over ging. Kon zich ook goed inleven in de problemen die er bij boeren en tuinders heersten. Ze heeft ons goed op de kaart gezet in het buitenland. Kort geleden nog in China. Maar ook de hele demonstraties die we in Brussel gehad hebben, heeft toch een aanzienlijk bedrag voor ons als Nederlandse agrarische sector opgeleverd. Voor de nieuwe staatssecretaris Martijn van Dam ligt er volgens Vaassen een flinke klus te wachten. Nou, er liggen nog een aantal dossiers. De nieuwe wetgeving voor de melkveehouderij. Verder zit er een herstructurering van de varkenshouderij aan te komen. En daar blijft natuurlijk ons stokpaardje, zeker naar een rode regering toe, de rode diesel die we terug willen hebben. Verder is er nog de assurantiebelasting, wat zwaar drukt op de agrarische sector. En waar ik persoonlijk, want dat is mijn dossier binnen LTO Nederland, moeite mee heb, is de bezuiniging op het middelbaar onderwijs. Het groene middelbaar onderwijs. Want die bezuiniging die zou wel eens kunnen betekenen dat jongeren niet meer voor de agrarische sector kiezen. En dat kan grote gevolgen hebben. Dat er vele mooie mogelijkheden zijn binnen de agrarische sector om werk te vinden. Maar het probleem is dus dat wij goed opgeleide vakmensen nodig hebben. En daar zou een king in de kabel kunnen komen. En dat willen wij zeker niet. Zeker als je het vergelijkt met het hoger onderwijs en het universitaire onderwijs. Wat in Nederland op een hoog niveau is en het prima is. Maar we moeten niet vergeten aan de onderkant, waar we ook vaak leerlingen hebben die het wat moeilijker hebben in de samenleving, juist een baan moeten vinden. LLTB-voorzitter Leon Vaassen, hij hoopt volgende week al om de tafel te zitten met de nieuwe staatssecretaris Martijn van Dam.